Het was een magische intocht van die koets. Over het dak, prachtig weer, donkere lucht. En hij zweefde zo naar beneden. Doodse stilte hier op de binnenplaats. Toen ging de kist open en daar zat hij in, de gouden koets. De gouden koets is klaar. De afgelopen jaren is hij van de wielen tot het kroontje onder handen genomen. De komende 8 maanden is dit zijn plek. De binnenplaats van het Amsterdam Museum. De gouden koets is misschien wel het meest zichtbare symbool van de monarchie. De koets heeft een hele geschiedenis opgebouwd, gekoppeld aan officiële en bijzondere evenementen. En dat maakt hem heel bijzonder, even los van ook van de uitstraling die de koets zelf sowieso al heeft, zoals die destijds gemaakt is. De koets was regelmatig mikpunt van protest. In 1966 de rookbom bij het huwelijk van prinses Beatrix met Claus van Amsberg. In 2002 een verfbom bij het huwelijk van prins Willem-Alexander en Maxima Zorreguieta. En in 2010 een vaccinelichthouder op Prinsjesdag. Zelfs als die koets een keer zomaar op straat verdwaald zou rondrijden zonder iemand in de koets, beleven we die koets als de koets van ons staatshoofd. En dat is een symbolische waarde die hij heeft gekregen, die zin geeft aan die koets. Voordat de Gouden Koets in 2015 uit het straatbeeld verdwijnt voor de restauratie, wordt er al volop gesproken over het paneel Hulde der Koloniën. Het schilderij zou het koloniale verleden van Nederland verheerlijken. Het maatschappelijk debat, zeker na Black Lives Matter, is veranderd. We hebben een gemeenschappelijke geschiedenis. Als Nederlandse bevolking, als Nederlands koninkrijk. Het is een geschiedenis die mooie en lelijke kanten gehad heeft. Daar hoort ons gemeenschappelijk slavernijverleden bij. Dus je moet hem niet wegstoppen. Hij moet het debat entameren. En zeker dat paneel. We restaureren hem zoals hij was. Het is een deel van ons cultureel erfgoed in Nederland. Dus we gaan ook niet de geschiedenis herschrijven bij de restauratie. En zodra de restauratie afgerond is, zien we verder wel. En dan klinkt de oproep om de koets in een museum op te bergen. Zolang die blijft rondrijden als een soort pronkstuk, dan wordt er eigenlijk ook nog steeds gepronkt met die afschuwelijke periode. Dus wat mij betreft het museum erin. De koning kiest ervoor de Gouden Koets zo te laten restaureren dat hij weer de straat op kan. Lass uns hier das Gold. Arbeitsintensiv wird dit werk. Op Prinsjesdag dit jaar is de koets in ieder geval nog niet op straat te zien. Wel in het Amsterdam Museum. Daar kan iedereen ideeën achterlaten over de toekomst van de Gouden Koets. Wat je kan zien als je meer gaat inzoomen op het rijtuig is dat er de houtverbindingen slecht zijn. Op sommige plekken is het verguldsel eraf. Zoals u hier kunt zien is er een verbinding open. Wat je krijgt als er water bij komt is dat het hout verder gaat rotten. Als je hier naar de deur toe gaat zie je dat er een scheur is ontstaan in de loop van de jaren. Die moet weggewerkt worden. Hier bij het trapje kan je heel erg goed zien dat er roestvorming is.
tussen het ijzerwerk is water gekomen. En dat moet nu eigenlijk schoongemaakt worden en opnieuw verguld worden, zodat dat er weer voor jaren tegen kan. Het leerwerk is kapot. Het leerwerk is na 100 jaar natuurlijk aan het verteren, dat is logisch. En als we even naar de binnenkant van het rijtuig gaan kijken, dan kunt u zien dat er een prachtig mooi patroon in heeft gezeten. En dat is in de loop van de tijd helemaal verdwenen. Twee grote koetsen in huis, glazen koets, gouden koets. En toen de restauratie van de glazen koets nagenoeg af was, en weer inzetbaar was, zei van, is dat misschien ook een goed moment om de gouden koets ook een keer helemaal na te gaan kijken. Omdat die op een aantal plekken toch wel wat sleets werd en ook ja, sinds 1898 niet in zijn geheel een keer uit elkaar is geweest en onderhand is genomen om te kijken of alles nog zodanig goed is. En dat hij ook voor de komende jaren weer inzetbaar zou zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stop! Voor de restauratie van de koets wordt een adviescommissie in het leven geroepen. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk van de koets origineel te laten. Voordat er ook maar iets aan de koets wordt opgeknapt, doen experts meer dan 2 jaar minutieus onderzoek. Onder andere om vast te stellen hoe origineel het bladgoud op de koets eigenlijk nog is. We zijn bezig met een stratigrafisch onderzoek. Om te kijken hoeveel laagjes bladgoud dat er op de koets aanwezig zijn. En of er nog oorspronkelijke laagjes op zitten. En er wordt onderzocht hoe makkelijk de originele vernislaag van de schilderingen te verwijderen is. Die vernis moest de gloednieuwe koets in 1898 een beetje ouder laten lijken. Je kan zien dat je het vernis een beetje kan rondschuiven, dat gelige. Dus daardoor zie je ook dat het oplost en je wil ervoor zorgen dat het goed contact maakt. Het leukste wat er is, vernisopname. En je ziet dat alleen het vernis verwijderd is, alle nuances, alle kleine streepjes en dunne lijntjes, alles is bewaard. En alleen het vergeelde vernis komt er heel mooi en gaalig van op. Het geld voor de restauratie, naar verluidt zo'n 1,2 miljoen euro, komt uit de zak van de koning zelf. Hij is ook het enige bestuurslid van de stichting die eigenaar is van de koets. Al deze onderdelen komen van de Gouden Koets af. Dit is bijvoorbeeld de Hoorn des Overvloeds die achterop staat. En ze zijn allemaal al bij mij in de werkplaats geweest. Het probleem wat ik toen tegenkwam was dat ik bepaalde naden aantrof die ik eigenlijk zou moeten opvullen. Maar ik kwam steeds meer witte houtlijm tegen. Waardoor ik dus eigenlijk niet verder kon zonder dat ik de beschadigingen zag. Want als al het verguldsel erop zit, dan kun je gewoon onmogelijk zien welk werk je moet doen en welke naden diep gaan en welke naden ondieper zijn, waar je eigenlijk niks aan hoeft te doen. Alle beschadigingen die waren eigenlijk opnieuw verguld. En dan heb je hier ook een mooi voorbeeld bij de Hoorn des Overvloeds. Als je deze krullen ziet, zie je dat? Die lopen mooi.
Dat zijn mooie krullen. Er loopt een mooi puntje uit. Zo. Maar de andere kant... Moet je maar eens even kijken. Die, daar zitten hele stukken uit. Dus die waren blijkbaar beschadigd. Maar het was wel allemaal verguld. Het is voor mij veel makkelijker restaureren als ik kan zien waar de beschadigingen zitten. Dus zonder verguldsel als met. En daarom is op een gegeven moment hebben ze ervoor gekozen om die latere restauratie, dat verguldsel eraf te halen. Al mijn werk, dat verdwijnt onder het goud. Maar als ik het niet goed doe, of als ik toch een oneffenheid laat zitten en je gaat het goud erop zetten, dan ziet iedereen dat als eerste. Dus dat is een beetje apart. Dat is dus dat mijn werk moet perfect zijn. Want op het moment dat het niet perfect is, dan springt het eruit. Dan zegt iedereen, oh kijk, dat is niet goed gedaan. Veiligheid is belangrijk. En dus is er bij de restauratie speciale aandacht voor de wielen. Veiligheid kan vereisen dat je dingen vervangt die nu niet veilig genoeg zijn, terwijl dat wel de ouderdomswaarde aantast. Of de belevingswaarde aantast. En dat zijn dus discussies die deels materiaaltechnisch van aard zijn, waar je ook experts allemaal bij haalt. Er is heel veel onderzoek gedaan. Maar waar ook een component van ethiek aan zit. Wat is de zingeving van deze koets? Wat we zien is dat de ijzeren band los ligt. Je ziet duidelijk, ja, ik weet niet of je dat zien kan, er zit echt een goede spleet hierin. We zien een lamp erachter, zie je echt duidelijk dat er een ruimte tussen zit. Er ruimte tussen, ja. De wielband, die houdt eigenlijk het hele wiel bij elkaar. Dat is eigenlijk het geheim van de wielband. Die wordt er omheen gekrompen, warm omheen gelegd, afgekoeld, krimpt. En die doet heel de velg opsluiten, zeg maar. En die geeft de hele wielstevigheid. Ik herinner mij de discussies in de adviescommissie. Ik herinner mij ook het gesprek met de koning. Dan zeggen we in feite, je moet een balans zien te vinden in originaliteit, musealiteit, functionaliteit. En dat betekent dat die koets straks er niet spiksplinternieuw hoeft uit te zien. Wow. Misschien zelfs liever niet. Omdat de originaliteit van die koets natuurlijk veel beter tot zijn recht komt als je hem niet, ik noem het even in mijn termen, helemaal strak trekt. Ja. Dan gebruik ik hem één keer in het jaar van Paleis Noordeinde naar Binnenhof toe. Nou, dat is een geëffende weg. Je rijdt heel langzaam op een korte afstand. En vervolgens gaat hij meestal weer voor een jaar naar binnen toe. Is het nadeel van wat u hier laat zien in de situatie van dit wiel dusdanig dat je zelfs bij zo'n beperkt gebruik een veiligheidsrisico hebt? Bijna niet, denk ik. Maar de wielband zal er niet aflopen, want hij zit gewoon met bouten vast. Dus feitelijk kan hij er niet af. Hij kan er niet af, nee. Maar er zit wel heel de tijd zit de beweging in het hout. Ja. Dus ja, daar knapt het wiel natuurlijk niet van op. Je ziet het al, dat dit al ongelijk zit, zeg maar. Ja, het wordt, met de jaren wordt dat alleen maar erger. Die man heeft mij eigenlijk overtuigd die middag van... Maarschalk Wit, hou nou even op met dat argument van nee, de authenticiteit wordt... Het is nodig. En ik ben blij dat het gebeurd is. De Gouden Koets wordt aan het einde van de 19e eeuw gebouwd door de firma Spijker in Amsterdam. Het is een van hun laatste koetsen. De broers Spijker verleggen hun business naar auto's. Die zijn dan in opkomst. Met de prestigieuze koets kunnen de broers nog even goed hun naamsbekendheid vergroten. De koets is bedoeld voor de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898. Maar die gebruikt de koets dan niet. Pas in 1901, bij haar huwelijk met prins Hendrik, maakt de koets zijn eerste officiële rit. Wie nu precies het initiatief heeft genomen om de koets te bouwen is onduidelijk. In de geschiedenisboeken staat dat de koets een geschenk is van de bevolking van Amsterdam. In de Jordaan wordt geld opgehaald om het cadeau te kunnen betalen. Met dubbeltjes en kwartjes wordt het bedrag bij elkaar gespaard.
De koets zit boordevol symboliek en beeldverhalen die de band tussen de Nederlandse vorst en de bevolking van het koninkrijk moeten benadrukken. Weesmeisjes in het burgerweeshuis borduren de kussens in de koets met duizenden steken. Er zitten op heel veel plaatsen in de koets zitten soortgelijke randjes los. En het lijkt een heel eenvoudige bezigheid, maar omdat het materiaal erg hard is, moet er wel gereedschap aan te pas komen om de naalden erdoor te kunnen krijgen. Je kan natuurlijk ook overwegen om die koorden gewoon te vervangen met nieuw gouddraad, die dan enorm blinkend afsteken tegenover het oude textiel, waardoor het oude textiel waarschijnlijk er heel vuil gaat uitzien. En dat willen we niet. Ik zeg altijd, als je het goed doet, dan zie je er niks van. En dat is natuurlijk een beetje tragisch. Je moet niet al te ijdel zijn als restaurator, maar het mooiste resultaat is als het er volstrekt natuurlijk uitziet zonder dat het opvalt dat er gerestaureerd is. Ik doe echt mijn best om zo weinig mogelijk aan het origineel te veranderen. Maar textiel is nou eenmaal een vergankelijk materiaal. Het is nu 120 jaar oud. De factoren die textiel het meest doen vergaan zijn licht, temperatuurwisselingen, vochtigheid. Het is een rijtuig, dus het wordt ook buiten gebruikt. Je kunt onmogelijk de factoren die schade kunnen veroorzaken stabiel houden in het geval van deze koets. Of je zou het hele rijtuig in een museum moeten plaatsen. Kan natuurlijk ook, maar die keuze is niet gemaakt. Maar zelf denk ik dat het onvermijdelijk is dat op de lange termijn de koets toch een plaats in een museum moet krijgen. Dus de onderkant doen we in zijn geheel, dit doen we in zijn geheel. Kijk, we zien, dit is ook al niet origineel meer. En de bovenkant, maar ja, daar kan ik wel niet bij. Tijd. Ik ben benieuwd. Daar is hij. Draag hem toch niet aan. Hè?
voorzichtig hoor. Ja. Goud wat erop zit, mag er niet af. En toch moet ik stukjes, zoals bijvoorbeeld die vinger daar, van die dame. Die zit helemaal, hebben ze per ongeluk helemaal de andere kant op gelijmd. Oh, wacht even. Ik ben bang dat die daar vanaf komt. Kijk, want ze mist haar wijsvinger. Grappig, hè? Maar goed. Belangrijk is, hij is niet verloren gegaan. Voor hetzelfde geld hadden ze hem weggegooid en niet meer teruggevonden. Mooi gemaakt, hè? Ja, joh. Dat is echt... Ik zit steeds te kijken naar de gezichtjes. Of die allemaal overeenkomen. Ja, of het eens... heel duidelijk komen ze overeen. Oké, dus het is allemaal één snijder geweest. Ja, absoluut. Ja. En hier zit... haar voet zit los, hè? Oh. Ja. Ja. Inderdaad, ja. Oké. Ja, en die moet er echt af. Ja, die moet er af, ja. 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 Nou, we zullen het zien. Ja, dag. Ja, moet eerst stuk voor het beter kan. Zaagje pakken. Het was toch wel interessant zo, hè? Ja, het is een hele dikke vette schroef in, dat is duidelijk. Nou ja, ik zou denken aan een schroef. Moet je eruit kunnen draaien, zou ik zeggen. Een schroef. Nou, hij is los. He. Ik breng nu een laagje bladgoud aan. Ditgene was zodanig beschadigd dat het niet bijgewerkt kon worden. Dus dit is opnieuw behandeld. Er zit nu een lijnolie alkietverf zit erop, grondlaag. En van daaruit bouw je op tot het gegeven dat je kunt gaan vergulden. En het is de bedoeling dat je niet te veel aanbrengt. Dan verlies je alle details, gaan dan verloren. Dit is het goud, dat noem je, dit is vast op vloei. Je hebt het ook, dan is het zonder vloei, dan ligt het gewoon los in de boekjes. Dus 23¾ karaat. En dan probeer je, zoals hier, waar je toch vrij veel relief hebt, leg je er niet zo iets op, maar dan knip je het wat in vorm, waardoor het zo min mogelijk breekt. En je verder kunt met kleinere stukjes die je enigszins in de vorm probeert te knippen. Het rijtuigschilderwerk, dat doe ik, ik denk, bij zo'n 35 jaar al. En het is wel een uniek project natuurlijk, maar... daar moet je eigenlijk niet van de leg raken, maar dat is ook niet goed.
Een paar metalen onderdelen van de koets gaan naar Zuid-Duitsland om daar vuur verguld te worden. Een oude techniek waarbij het zwaar giftige kwik wordt gebruikt. Vuur vergulden wordt daarom nog maar op een paar plaatsen in Europa gedaan. We gaan dat jetzt bisschen nog maar putzen. Dan gaan we dat verkwikken. En dan komt dat amalgam drauf. En dan gaan we dat het eerste maal abrauchen, also vergolden. Feuer vergolden. Oké. Das ist Wasser mit Bier gemischt. Bier reinigt gut. Das Bier ist ein Reinigungsmittel, das ist ein altes Reinigungsmittel, wie Seife. Ich bin Goldschmied und aus der Goldschmiede, das ist ein altes Hausmittel. Das hat mir mein Meister damals mal beigebracht. Aber das reinigt super. Hier ist jetzt Gold drin, das ist das Amalgam. Und da ist jetzt das Gold und das Quecksilber verbunden. Und das pinseln wir jetzt da drauf. Und der Trick ist ja, dass man das erhitzt. Deswegen ist das eine Feuervergoldung. Und bei der Temperatur von um 300 bis 350 Grad trennen sich die Weinmetalle wieder und das Quick wird gasförmig und das Gold bleibt übrig. Das ist hier das Gold. Und das Quecksilber, das ist jetzt gasförmig und wird nach hinten weggesaugt. Das ist gut, ne? Das ist jetzt wie Zauberei hier ein bisschen. Klaas Prosman is specialist op het gebied van textiel en soms eeuwenoude technieken. Hij heeft contacten over de hele wereld en weet precies waar die onderdelen van de koets opnieuw gemaakt kunnen worden. De koorden, passementen worden ze genoemd, komen uit Italië, waar nog een fabriekje staat waar ze op bijna antieke machines worden geproduceerd. De tijd is gekomen, hè? Eindelijk. Ja. Met de kleedjes. We zullen hem even uitpakken. Klaas, dan gaan we heel even het origineel erbij pakken. En dan gaan we eens even kijken wat het eindresultaat is geworden. Nou, zo zien we hier het origineel, hè? Ja. En we gaan eens even aan de achterkant kijken, want dan kan je precies zien hoe het origineel eruit heeft gezien. Nou, en dan zien we dat het wel heel erg gelijkend is, hè? Het is wel erg mooi geworden, hoor. Uiteindelijk is er gekozen voor een wol, een Tibetaanse wol, waar 20% zijde in gemengd zit. Nou, dat geeft hem net eventjes ietsjes meer levendigheid, zeg maar. En ja, het mooie is natuurlijk dat nu het descent zichtbaar is en straks in de gouden koets, dan gaat een kleedje sprankelen met de andere kleuren die aanwezig zijn in het rijtuig. Het is in Nepal gemaakt door twee vrouwen. Ja, het is een gevoel op een of andere manier. Ze weten toch, ze zijn natuurlijk niet, want als je echt de knopen gaat tellen en je gaat echt kijken, dan zul je best wel wat oneffenheden vinden. Maar ze kunnen, nou, haast voor het oog feilloos, kunnen ze op het oog doorknopen. Ja. Even kijken hoor, dan zet ik hem even op het leer. Ja. Moet even daar eerst erop laten rusten. Zo. Oké.
Door de ijzeren wielband eerst te verhitten en dan snel af te koelen, komt hij strak om het houten wiel te zitten. Het bladgoud leidt eronder, maar voor de veiligheid is het noodzakelijk. Maar jij draait de andere kant op, andere kant. Deze moet hier. Deze komt weer. Ja. Vast zo? Op. Ja, zullen we eroverheen zo? Ja, lukt. Zullen we eroverheen trekken? Ja, trek hem, trek hem. Pak je dit beet of karton? Karton, ja. Karton. Maar je hebt die schaag is toch ook nodig? Of? Zo. Ja. Jongen. En ja, dat is een beetje schuiven. Dan komt daarachter de oude zuidpaneel tevoorschijn. Dit is het origineel, hè? Van het begin, begin van de Gouden Koets. Van 1900. Ja, het meest in het oog springende verschil is het glimmende goud. Hè? Bij het gezicht, dat is matter. Ja. Zodat de fysiognomie een beetje beter naar voren komt. Ja. Maar dit is hetzelfde goudgraan als het lichaam. Ja. Maar een andere manier van andere borduren. Andere, dus alles ja. Geeft een ander glim, een ander schaduw. En veel werk zit ook in die parels van de kroon. Dat zijn allemaal gesneden stukjes kantille. Ja. Dus in tegenstelling tot lange gouddraden die hier verwerkt zijn... is dat een materiaal wat in stukjes wordt geknipt en dan opgenaaid. En er zit ook nog meer hier en ook beneden. Mm-hmm. En in totaal, ik heb het een beetje opgeteld, zijn het 6000 stukjes tien die ik geknipt heb. En het mooiste onderdeel is het kroontje van de, van de leeuw. Het is ook heel mooi, het is haast een netje waar je erin geborduurd hebt. Hè? Prachtig, tjonge. Hier word je eigenlijk stil van, hè? Ik gebruik om het gouddraad te beschermen een goudrol. Daar is de gouddraad opgerold. Ik heb een dubbele gouddraad, die is heel fijn. Er liggen 33 draden op 1 centimeter. En het is de bedoeling om de gouddraden netjes naast elkaar te leggen. Zodat het karton helemaal wordt afgedekt. Maar dat lukt ook niet voor 100%. Daarom wordt het karton geel ingekleurd met aquarelverf. Ik heb dit werk gedaan voor een rijdende koet. Niet voor een museaal onderwerp. Dan had ik eerder gezegd, laten we niet borduren. Want dan voor een museum neem je de toestand van het object zoals het er nu is en dat wordt behouden. Dan ga je niet meer aan rommelen, ga je niet terugdraaien, ga je niet veranderen. Dus dan had ik het niet gedaan. Dit is contemplatief. Hè? Als je gaat zitten borduren, dan word je rustig. De Gouden Koets ligt onder vuur vanwege een paneel aan de zijkant van de koets.
Hulde der Kolonie heet het. Hoogwaardigheidsbekleders en inwoners van de toenmalige Nederlandse koloniën, Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen, bieden de Nederlandse maagd in het midden van het paneel geschenken aan. In 1898, als kunstschilder Nicolaas van der Waai de panelen schildert, heeft niemand het over racisme en de achtergestelde positie van rijksgenoten uit de koloniën. Wat je ziet is een witte vrouw op een stoel en daarvoor knielen en buigen mensen met Aziatische en Afrikaanse trekken. En zij bieden haar iets aan. Dat paneel is van 1898, dus 25 jaar nadat de slavernij daadwerkelijk werd afgeschaft. 10 jaar eerder, 1863, was het formeel afgeschaft, maar het ging nog 10 jaar door. En wat dat paneel eigenlijk doet, is zeg maar de witte overheersers geruststellen. De verhoudingen blijven hetzelfde. Maak je geen zorgen. Ook al is de slavernij afgeschaft, de verhoudingen zijn zo dat de zwarte mensen dienstbaar zijn aan de witte mensen. En dat is natuurlijk een zaak waarover nodig gediscussieerd moet worden. Met name die gedachte dat die geruststelling van de verhoudingen zullen niet veranderen, op dat moment werd vastgelegd. En hoe mooi is het dan dat je ziet dat vandaag de dag de discussie hierover gevoerd wordt en dat men inziet dat de tijden veranderen. Je kan wel doen alsof dingen niet gebeurd zijn, maar het gaat erom je oordeel en de manier waarop je kijkt naar het verleden te veranderen. En daar kan die koets, met alle verhalen die die koets vertelt, een geweldige bijdrage aan leveren. Als alle onderdelen weer terug zijn in Den Haag, zetten de medewerkers van het Koninklijk Staldepartement hem weer in elkaar. Ja, kan niet ietsjes omlaag nog? Ja, zo. Dames en heren, van harte welkom. Gezellig u hier te zien onder de overkapping van het staldepartement. Iedereen die aan de koets heeft gewerkt is uitgenodigd om naar het eindresultaat te komen kijken. Het project Gouden Koets, dat sluiten we vandaag eigenlijk een beetje af samen met u. En dat is voor mij in ieder geval een heel bijzonder moment. Want uiteindelijk, we zijn begonnen eind 2015. En toen zijn we na Prinsjesdag, hadden we het idee van de Gouden Koets moet ook een keer goed nagekeken, onderhouden worden, om daarmee ook weer voor de toekomst weer inzetbaar te houden. Ich habe alles was Metall gemacht. Ja, aber ich kann das Holz nicht verhalten. Das ist Holz. Das ist aber Metall. Ist die Bekleidung hier auch echt alt gewesen? Nee. Ja, hoe lastig werken dan? Thijs. Ja. Das ist schon überwältigend. Das ist wunderbar, ja. Fantastisch. Toll. Tot en met februari volgend jaar is de Gouden Koets in het Amsterdam Museum te zien. Wat er daarna gebeurt, is aan de koning.